We zijn in Groes op de Groese Golf. En dat is onwijs leuk. Ik heb het nog nooit gedaan. En het is echt een cadeautje om te mogen doen. Best wel goed. Het is leuk. Goed is anders, zei ik daarnet. En daar komt het ook op neer. Ja. Vanuit ons fonds proberen wij andere verenigingen te helpen om iets te kunnen organiseren voor mensen met een beperking. En als het even kan, ook gewoon gemixt, dus ook valide. Wat we altijd organiseren is ook dat onze open dag ook voor iedereen open is. Dus dat betekent dat ook de mensen met een beperking bij ons kunnen leren golfen. En dat is ook het mooie van de golfsport, is dat echt iedereen kan leren golfen. Talent hoeft niet, werkt wel, maar het is gewoon te leren. En dat is ook het mooie, want terwijl je het leert ben je in de buitenlucht met je vrienden. Vrienden die al langer golven, kun je gewoon meegolven, want ongeacht het niveau kun je tegen iedereen spelen. Dus het is vooral geduld, ja, en doorzettingsvermogen. Als je dat hebt, dan word je eigenlijk bij voorbaat een goede golfer. Golf heeft heel veel positieve effecten, sowieso voor de gezondheid, voor iedereen. Maar het heeft hele positieve effecten voor mensen met Alzheimer bijvoorbeeld. Maar ook gewoon voor mensen in een rolstoel, want je gaat meer bewegen. Je bent onder de mensen, je bent in de buitenlucht. Dus ja, als je gewoon naar achter kijkt, hoef je eigenlijk al de vraag bijna niet te stellen. Je ziet dat die mensen een leuke middag hebben en gezond bezig zijn. De golfsport onder de aandacht te brengen. Te laten zien dat ook daadwerkelijk echt iedereen kan leren golfen. En dat die mensen ook gewoon een leuke dag hebben. Ik hoop een dag vol plezier en dat een hoop mensen hier misschien een sport kunnen vinden en wat sociale contacten.